Danny, jij verhuurt deze kano's en subborden in de binnenstad van Amersfoort. Ik ben dit begonnen omdat de coronacrisis. En ik ben zelf cameraman. Maar dat lag een beetje stil. En ik dacht, ja, wat kan ik daarnaast gaan doen? En toen kwam ik op dit idee. En zodoende. En ik heb gehoord een hele leuke naam. Welk verhaal zit daarachter? Kantje Bord. Ja, dat is een beetje ontstaan. Want ik dacht, van wat voor naam moet ik? Ik wil wel een beetje creatief daarin zijn. Ja, en een tweede onderneming beginnen in deze tijd, dat is toch wel een beetje kantje boord. Dus vandaar de naam. Origineel hoor. Ja, goed hè. En als je hier komt met je bootje, waarom moet je dan zeker in de binnenstad van Amersfoort gaan kanoën of suppen? Nou, het mooie is, we beginnen hier zometeen in het park Randenbroek. Dat is ook wel een mooi startpunt. En vanuit daar ga je eigenlijk de binnenstad in en dan kan je het rondje maken. En je komt gewoon vele leuke dingetjes tegen. En je gaat de Monnikendam onderdoor, dat is prachtig. En geef maar instructies hoor, als ik het niet goed nee, doe. Nee, je doet het perfect. En hier komen we bij de eerste obstakel al, het bruggetje. Moeten we bukken? Nee, bij deze, dat gaat perfect bij jou. Zo ziet het er wel uit. Ja. Je wilt gaat helemaal eigenlijk goed. Wel, hè, bukken. Danny, waar varen we nu? Ja, we varen nu het park Randenbroek binnen. Het is het park midden in de stad Amersfoort. Ja, het is echt supergroen. Ja, top hè? Ja echt prachtig. Het is echt al een heel oud park. Voorheen zat er hier ook Elisabeth ziekenhuis aangesloten. Okay. Dat hebben ze inmiddels gesloopt en dat trekken ze nu ook bij het park. En daar komen nu wat horeca gelegenheden. En als de zon schijnt, dan zit het hier vol ook met barbecuers en mensen die lekker aan het chillen zijn. Oh, dat is super gezellig. Ja, zeker. Nou, als je zo komt aanvaren, dat is echt prachtig, hè? Ja, mooi, hè? Wat zien we hier? Ja, dit is de Monnikendam. En vanuit de Monnikendam gaan we onderdoor. Welkom in Amersfoort, is het, hè? Ja, eigenlijk moeten ze er zo'n bordje op zetten, ja, hè? Eigenlijk welkom. Wel, ja. Nou, je voelt je wel meteen welkom. Ja. Wat bijzonder dat je gewoon zo dicht langs de kerk vaart. Ja, onze lieve vrouwentoren is dit. Het is echt het middenpunt en het kenmerk van Amersfoort en misschien ook wel van Nederland. Mag ik dat zeggen? Ja, toch? Ja, zeker weten! Dat gebeurt hier dus ook! Ja, zeker! Deze aflevering van Holland Vaart zit er alweer op. Danny en ik varen nog even verder. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende aflevering.